Als ik een kwantummechanisch deeltje was, zou ik een golf zijn die verspreid was door deze ruimte. En op plekken waar de golf het hoogst is, daar is de kans het grootst dat je me aantreft als je hem op een willekeurig moment gaat meten. Zou je een quantum matters gelijk twee doen? We hebben voor €600.000 aan apparatuur gekocht om een quantum koelkast te bouwen. Waar we onderzoek gaan doen naar nieuwe soorten toepassingen van kwantummechanica. €600.000. Ja. En dat is eigenlijk alleen nog maar het ding wat koelt. We moeten dus ook nog signalen naar beneden sturen in die koelkast. Daaromheen hebben we nog zo'n €400.000 aan apparatuur nodig. De een wil bijvoorbeeld die qubit aansturen op meer dan 20 gigahertz, omdat dan de kwaliteit van de qubit het beste is. Maar iemand die de elektronica moet kopen, die zegt, goh, zo'n apparaat wat hoger gaat dan 20 gigahertz kost wel 5 keer meer dan iets wat tot 20 gigahertz gaat. Dat zijn afwegingen die kun je alleen maken als je met het hele team samenspreekt en in één taal. En dat is waar ik energie van krijg. Zo'n team bestaat uit kwantumfysici, radartechnologen, optomechatronica-specialisten, software-developers, elektronica-architecten, business-developers, project-managers, system-engineers en natuurlijk cleanroom-experts. En als system-engineer ben ik dan degene die al deze mensen samenbrengt en probeert met elkaar te laten praten om tot één oplossing te komen. Een klein beetje bijsturen van die passie en om dat te zien groeien in iets wat eigenlijk een paar jaar geleden nog niks was en nu een kwantumcomputer is die 24/7 online is. Het is prachtig dat de inzet van mensen echt iets praktisch heeft opgeleverd. Nog geen 100 jaar geleden zei Einstein zijn gevleugelde uitspraak, God dobbelt niet. Hij doelde erop dat hij vond dat kwantummechanica zo absurd was dat er vast nog iets van de theorie miste. En nu, er is nu een nieuwe telefoon uitgekomen waar een quantum random number generator in zit. Een kwantumcomputer eigenlijk een hele grote nieuwe supercomputer is, kunnen we heel veel tijd besparen door eerst te simuleren en daarna pas te testen op mensen. Dat scheelt heel veel onderzoekscapaciteit die we nu nog gebruiken om nieuwe stoffen te testen die waarschijnlijk helemaal geen kans van slagen. Ik vind het gaaf dat we met kwantummechanica eigenlijk nog elke dag nieuwe dingen leren. Elke dag bedenkt er weer iemand iets waardoor we, wat we vorige week onmogelijk achten, deze week ineens mogelijk is en ook nog meteen toepasbaar. We weten vaak, als we iets bouwen, nog niet wat de toepassingen zijn. Als je beslissing moet maken over hoe je apparaat er straks uit gaat zien, weet je nog niet waarvoor die voor gebruikt wordt, wat de techniek is die je nodig hebt om dan het baanbrekende onderzoek mogelijk te maken. Het gaat om de balans zoeken tussen het beste uit de machine halen en flexibel zijn voor de toekomst. Kwantummechanica is zo abstract, je kunt het niet uitleggen aan de hand van een voorbeeld in het dagelijks leven. Dat is voor ons ook extra moeilijk, want we weten van de kwantummechanica dat de wiskunde klopt, maar in het echt kunnen wij het ons ook niet voorstellen. Dus elke keer als er iets nieuws ontdekt wordt, moeten we bij onszelf de wiskunde nagaan, kunnen we dat eigenlijk ook niet in voorbeelden vatten. Als je nog studeert, denk je misschien dat wat je nu leert, dat de rest van je leven gaat bepalen. Maar als je klaar bent met je studie en je begint aan je baan, ben je nog lang niet uitgeleerd. Elke dag leer ik weer iets nieuws. Met name als je een vrouw bent, je hoeft niet alles al te kunnen als je ergens op solliciteert. Dat is wat ik je zou willen aanraden. Don't shy away from a challenge.